We gaan vandaag de Rabbenek knoop knopen. Deze is gemaakt of bedacht door Andre Rabbenek. Ik moet eerlijk bij zeggen dat ik deze versie leuker vind, mooier vind dan de versie die hij zelf heeft geüpload. In zijn eigen versie zit dit onder deze bovenste ring. Het is een knoop die je wederom knoopt met het dunne gedeelte van je stropdas. Er zitten wat behoorlijk wat slagen in. En vervolgens zit hij vast. Het is een vrij stevige knoop. En we gaan hem gewoon samen even knopen. Goed. Zoals ik al zei, je knoopt hem met het dunne gedeelte van je das. Het brede gedeelte heb ik in ieder geval aan mijn linkerkant. Je meet hem meteen af op navelhoogte ongeveer. Zodat je net je riem kan raken. Zorg ervoor dat je brede das een klein beetje afknijpt. Vervolgens ga je rechts over links, volledig achterlangs, van door het midden naar voren toe. Hier haal ik hem naar links toe en ga ik midden door langs. Ja. En ga ik naar rechts toe. Dus ik krijg hier nu een houder zo dadelijk voor de eerste lus. Ik ga midden door langs. Hier gewoon midden door langs. En vervolgens ga ik via de achterzijde naar voren. En haal ik hem net als bij een Morel knoop. Een Windsor, als ik met de brede das brede kant zou knopen, haal ik hem hier door het midden. Goed. Nu komt het. Dit gedeelte hoeft niet heel los te zitten, maar je moet hem nou ook niet direct strak zetten, want ik moet zo dadelijk weer terug door deze lus heen. Dus ik pak nu dit gedeelte en ik schuif hem gewoon naar achteren toe. Ik sla hem één keer om, zodat ik hier weer uitkom. En nu moet ik weer heel even wat ruimte maken, zodat ik deze dunne gedeelte door die bovenste lus heen haal. Zo. En wat ik nu moet krijgen is dat ik hier naar achteren toe deze lus haal. Zodat ik hier de onderste lus over de bovenste heen krijg. Op die manier. En het enige wat ik nou nog hoef te doen is dat ik een en ander ga aantrekken. Om te corrigeren. Dus ik trek hier aan de achterzijde zodat deze lus wat strakker wordt. En dan trek ik hier aan de, even nadenken, aan de linker en de rechterzijde. De onderste wat strakker wordt. En ik trek aan de bovenste lus zodat die naar boven komt. Goed. Dit gedeelte verstop je weer onder je kraag. Werk hem gewoon netjes weg. Zo. Vervolgens kan je kraag omlaag goed zetten. Mocht de knoop wat te kort zijn, kun je hem een klein beetje aantrekken. Hangt dan meteen op de juiste hoogte. En daarmee heb je een hele mooie Rabbenek knoop. Twee lagen die net de andere kant op gaan. Een soort van een trechter naar beneden toe. Ik vind het een hele mooie knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik hoor graag van jullie.